Voorzitter Muriel Fernandes van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, geeft aan dat het trainen van dorpshoofden in het beheren van hun gemeenschap een van de meest belangrijke zaken is die de organisatie de afgelopen jaren heeft gedaan. De kapitein sprak journalisten vandaag in het verband met het 30-jarig bestaan van de FITS tijdens een speciaal evenement. Bij deze gelegenheid is een jubileumboek met als titel 30 jaar FITS gepresenteerd aan de gemeenschap. Het werk is overhandigd aan leden van de regering en andere belanghebbenden. Prins Paris aan is aan FITS doe, nadat hij ugi ala den kapting, den besturen, ugi den wan training voor. De kan beheer den gebied. Van die go om naar een bepaalde sani. En ik van u hier ook toen een presentatie dat FPEC de heel erg belangrijk go in inheemse samenleving. En dat na de sani, we gaan morgen voor training. Voor de sma kan de morgen bewust, een gemeenschap kan de bewust. Naar een sang, eigenlijk een organisatie de bezig. En waar nodig ondersteuning, dan we actie en gemeenschap voor ondersteunen in dat. Fernandes geeft verder aan dat het huidige systeem om dorpsbesturen te kiezen een belangrijke verandering is die teweeg is gebracht bij de inheemse gemeenschappen. Assembleevoorzitter Marinus B. merkt op dat de regering druk bezig is met de behandeling van de conceptwetten voor de erkenning van de grondrechten, inheemse en tribale volken, waarvoor de FITS erg hard aan de weg timmert. We zijn zover dat we al eerste ronde voor zowel parlement als de regering hebben afgesloten. Maar tijdens de eerste ronde zijn er wat voorstellen gekomen. Dus nu gaat de regering, want nu hebben we een werkwijze. We starten niet de tweede ronde zolang we die wijzigingvoorstellen van de regering niet hebben gehad. Want in het verleden wat gebeurde, nadat de tweede ronde van het parlement is afgehandeld, dan komt de regering met wat voorstellen. Ja? Maar dan kunnen we niet inhoudelijk meer daarover debatteren. Dus ik heb toen gezegd, nee, dat gaan we niet meer doen. Wat we gaan doen is eerst die wijzigingvoorstellen krijgen en daarna gaan we dan die tweede ronde in behandeling nemen. Dus ik heb nu al een concept met wijziging gehad, dus ik denk intern is de regering bezig om het spoedig weer in te dienen. Dan gaan we aan de slag. In het boek is aan de hand van diverse mijlpalen, belangrijke momenten en gebeurtenissen uit de recente geschiedenis een beeld gegeven van de vereniging vanaf de oprichting in de jaren 90.